volgens traditie laat het startpistool het net als vroeger bij de Ronde van de Molen het regelmatig afweten. There are 9 million bicycles in Beijing. Misschien kunnen ze beter een nieuwe kopen. It's a thing we can't deny, like the fact that I... Door de sloop van wijkcentrum Heidehof kwam het doel van de vroegere Ronde van de Molen te vervallen, aangezien het grootste deel van de opbrengst van die wielerronde voor het wijkcentrum was. Na 1 jaar geen wielerkoers te hebben gehad in Oosterhout, is er nu de opvolger van de Ronde van de Molen genaamd Hart van Oosterhout. Niet meer rondom de voorrij en de allang gesloopte molen, maar pal in het Oosterhoutse centrum. Wij komen erin bij de strijd om het kampioenschap van Oosterhout voor niet-licentiehouders. Een soort van dikke bandenrace, want iedereen mag in principe meedoen. Er zijn 2 leeftijdscategorieën, 50 min en 50 plus. De kampioen van Oosterhout werd Roy de Vos. Wim Hofstede werd Oosterhouts kampioen in de categorie 50 plus. Flink afgezien. Flink afgezien. Oh. Maar ik zag je door die bocht knallen in jouw demarage. Ik denk, als het allemaal goed aan gaat aflopen. Alles of niets, hè? Een mooie kampioenschap van Oosterhout, weer een mooie plaatje gekregen. Als laatste komen de echte cracks aan de start. Voor de ORTS een mooie reden om het hele parcours eens te gaan volgen. De wielrenners noemen dit een technisch parcours. Veel bochten, smalle stukken en veel drempels. Dus vaak aanzetten om weer op gang te komen, een echt ouderwets criterium. Van de markt gaan we door de Kerkstraat naar de Keiweg. Daarna linksaf de Kloosterstraat in en nemen we een stuk van de Zandheuvel mee. Op de hoek van het Speelgoedmuseum gaan we de Sint-Vicentiusstraat in. Klappen de rondetijden een beetje? Geen idee, ik weet het nog niet. We gaan de eerste rondetijd meten nu. Hoeveel seconden? 34 seconden voor. De eerste 2, hè? Ja, ja. Andere ronde. Nee, niet. In de Sint-Vicentiusstraat kwamen we nog een deelnemer tegen van het kampioenschap van Oosterhout. Maar dan op de massagetafel. Je ziet die spanning gewoon wegvloeien door deze mooie dame. Ze is nou met onderstel bezig en dat komt helemaal goed. Dus ook dat gaat helemaal goed komen. Ja, dan kan die elite ploeg ook nog aanschuiven. Ja, dat is zeker. Kan ik die allemaal even? Ja, uitgevallen. Uitgevallen? Uitgevallen. Jongen. Hoe komt dat? Ja, hamstringblessure, jongen. Ze reed veel te hard, jongen. Ja, ze reed veel te hard. Ik wou eerst mijn band leeg laten lopen, maar dat ging niet worden. Ik denk, doe ik maar wat ze niet kunnen traceren, hamstring. Dus niemand kan dat weten natuurlijk. Dus. Ja, volgend jaar weer een keer, hè? Ja, volgend jaar weer. Ja, oké. Gauw door. Links de bocht om, door de Catharinestraat, op naar de S-bocht in de Isabellastraat. De Mathildestraat op. Om dan weer via de Leijse Hoek
Terug op de markt te komen. Mooi op tijd voor de finish. Na 90 kilometer koers werd de winnaar van de eerste Hart van Oosterhout en de 57ste wielerronde van Oosterhout bij de elite de Limburger Charco Cuppens. De burgemeester van de Vuurhaai had er in ieder geval een applausje voor over. Goed er even klaar, hoor. Ja.